Vanaf het najaar oktober 2023 tot februari 2024 start een nationale theatertour, oftewel Tour Sterk. Heb jij ook zin in een avondje lachen, maar ook vooral inzicht te krijgen waar je levenslang van profiteert. En dat je bewuster, vitaler naar huis gaat, een unieke beleving hebt samen met mij, zodat we samen het gezondheidsvirus verspreiden in Nederland en België. Want dat heeft de moderne tijd enorm nodig. Ik sta nog niet in Carré in Amsterdam, maar wel 26 kleine theaters bij jou in de buurt. Dus hopelijk kom je naar mij toe, want ik kom naar jou toe en zien we elkaar snel. Mijn naam is Martin Bennis. Je luistert naar de Oersterk podcast. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Martin Bennis. Martin is anesthesioloog, maar heeft ook een online leefstijl gezondheidsgids opgezet. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Martin, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Wederzijds. Op je website staat, hier vind je informatie over de meest gezonde leefstijl om vitaal en gezond 100 jaar oud te worden. Je geeft essentiële informatie. Maar waarom leren we deze essentiële informatie nergens? Waarom we dat nergens leren? Ja. Nou ja, omdat dat nog steeds een heel onbekend terrein is voor veel mensen. Zelfs ook voor de meeste dokters. Eigenlijk is daar een heel groot gat in kennis. Zowel voor de dokter als voor de bevolking. En ik probeer dat gat en die kennis een beetje te laten zien wat dat met de mensen kan doen. En daar probeer ik aandacht voor te vragen. Op mijn manier, voor zover dat hout slaat. Of zeg je dat? Iets voor de mensen kan betekenen. Ja, nou, dat doe je op een hele sterke en prikkelende manier. Daar gaan we nu een uurtje induiken, want ik lees ook op je website, je schrijft, ik ben een medisch specialist in het vakgebied anesthesiologie, die gedurende mijn loopbaan er steeds meer van overtuigd is geraakt dat preventief bezig zijn veel meer winst in gezondheid oplevert dan wat de curatieve zorg, waar ik al zo lang onderdeel van ben, momenteel doet. Hoe is jouw persoonlijk interesse in preventie sinds 2017 ontstaan? Ja, nogmaals, ik ga met plezier naar mijn werk al heel veel jaar. Ik zit al 25 jaar in Alkmaar, in het Noordwest ziekenhuis. En het is leuk werk, het is interessant, boeiend. Maar toch langzamerhand ging er bij mij toch wel een lichtje branden over het feit dat we misschien toch een beetje eenzijdig bezig zijn in het ziekenhuis. En we vergeten eigenlijk de aandacht voor die gezonde leefstijl en de preventie. Daarbij kwam dat ik zelf in 2016 ineens allerlei klachten bij mezelf herkende, die ik daarvoor eigenlijk altijd voor lief heb genomen. Dat hoort blijkbaar erbij. Ik had altijd hoofdpijn. Ik heb 10, 15 jaar lang hoofdpijn gehad. Gebruikte daarvoor paracetamol. En dacht, het zal wel een keer overgaan. En dat ging het eigenlijk nooit. Daarbij had ik buikklachten. Altijd een beetje een rommelend, vol gevoel. Niet helemaal lekker. Maar ik had ook altijd honger. Dus ik at de hele dag door. Brood. Ik dacht, veel brood is gezond, dat hoort erbij. Met van alles en daarbij en ook nog allerlei andere tussendoortjes, zoals we met z'n allen dat tegenwoordig nog steeds allemaal nuttigen. Het is natuurlijk moeilijk om daar vanaf te blijven. En als je eenmaal begint met eten, dan weet je dat je eigenlijk de hele dag door wil eten. Maar ja, ik had dus die buikklachten, ik had dus die hoofdpijn. Totdat ik op een gegeven moment ook aan mijn vingertoppen rare verschijnselen kreeg, tintelingen. En op een gegeven moment kwamen die ook aan mijn voeten en aan mijn tenen. Rare tintelingen, totdat het steeds erger werd en ik bij het gebruiken van mijn mobiele telefoon dus ineens een soort van schokjes kreeg, alsof ik onder spanning stond.
En ik kon mijn hielen niet meer op de bank houden vanwege het pijnlijke gevoel aan de hielen. Dus toen dacht ik, nou, dit is niet goed. Nu moet ik mezelf maar eens gaan onderzoeken. Dus ik heb laboratoriumonderzoek bij mezelf gedaan. Gewoon wat aangekruist. Naar het lab gegaan en de uitslagen na een paar dagen gekregen. Waaruit bleek dat ik een vitamine B12 deficiëntie had. En wel zodanig dat dat wel hechtelijk heel serieus was. Niet zomaar een klein beetje. Vervolgens me laten verwijzen naar de MDL en naar de neuroloog voor het reguliere medisch onderzoek. Nou, ik heb een kopie gehad van mijn maag, biopte genomen, darmonderzoek, poeponderzoek, neurologisch onderzoek met MRI. Maar eigenlijk was er niks te vinden, dus werd ik eigenlijk het bos ingestuurd met het idee van oké, de rest van je leven moet je maar vitamine B12 spuiten. Met injecties. Dus dan ben ik begonnen met mezelf elke dag vitamine B12 in te spuiten. Maar goed, ik ben altijd een beetje eigenwijs. Ik denk, daar neem ik geen genoegen mee. Dus toen ben ik gaan speuren en gaan zoeken naar wat nou dat zou kunnen verklaren. En van het een komt het ander. Dan kom je ineens op een heel ander vakgebied van die vitamine B12 deficiënties. Waar heel veel over bekend is op het internet. En waar bleek dat heel veel mensen daarmee kampen. En dat er allerlei sites voor zijn en experts. Nou, en dan kom je op het gebied van het microbioom. Kom je op het gebied van de darmen. Hè, de functie van de darmen. En wat je eet. Je voeding. En daarmee kwam ik steeds meer achter allerlei feiten. Die eigenlijk niet zozeer bekend zijn bij dokters. Nou ja, en aan de hand van die interesse voor mijn eigen gezondheid en waar ik toen op uitkwam, ben ik steeds verder gegaan in het onderzoeken van algemene leefstijl, geneeskunde, gezondheidsfactoren. He, dus we gaan verdiepen vanaf dat moment in alles wat eigenlijk je gezondheid bepaalt. En ja, dat is inderdaad wel heel gek om te constateren dat je als dokter daar eigenlijk helemaal geen zak van af weet. He, Je leert van alles over ziekte en ziekteprocessen. En over als het echt misgaat, wat je dan moet doen. Maar over echt gezondheid en hoe je je gezondheid kan bevorderen. En voorkomen dat je ziek kan worden. Daar hebben we eigenlijk nooit wat van geleerd. Dus ik kwam in een heel nieuw vakgebied terecht. Ja, wat voor mij natuurlijk een soort van heerlijk was om me te verdiepen in al die kennis. Omdat je na zoveel jaar, ik ben 30 jaar dokter. Dat je dan in één keer toch heel veel nieuwe kennis tot je kan nemen. En dat is heerlijk. Dat voelt gewoon fijn. En bovendien kan je eigen gezondheid daarmee verbeteren. En van het een kwam het ander. En heb ik dat allemaal vastgelegd. En heb ik een leefstijl gezondheidsgids geschreven. Om het eigenlijk voor mezelf een beetje in kaart te brengen. Wat ik nou uit alle kennis die ik verzameld heb uit de hele wereld. Hè? Want in Nederland is het over het algemeen zo dat we heel erg achterlopen op het gebied van kennis op dit gebied. Dus je moet echt internationaal gaan zoeken naar de wetenschap op lifestyle health gebied. En daar leer je enorm veel. En alle avonden en alle weekenden ben ik daarmee bezig geweest. Om mezelf dat eigen te maken. En dat vast te leggen in een document. En later in een website. Het is eigenlijk hobby. Daarmee kwam het ook voor mezelf zo. Dat door al die dingen die ik heb geleerd bij mezelf toe te passen. Ik mezelf eigenlijk heb Martin Bennis punt 2 heb gemaakt. Mm-hmm. Dus ik ben veel gezonder, veel vitaler en veel energieker geworden. Je bent weer herboren, ja. Ja, het is uniek. Ja. Ja, ik wil zo graag dan uitgebreid ingaan op je website, hè, op de leefstijlgids. Want wat je zegt is natuurlijk tweeledig. Aan de ene kant werken we als arts in een systeem om mensen beter te maken. Maar de essentie is natuurlijk dat je zelf ook beter blijft, hè, of beter wordt. Want als je kijkt dan naar je voedingspatroon, hè, je
beschreef dat je enorm tekort had aan vitamine B12. Maar ik lees, je had 8 boterhammen op een dag, hè, belegd met onder andere hagelslag. 3 klontjes suiker gingen er in de thee. En hij merkt op dat het brood de vitamineopname verstoort, hè, en dat suiker ook trek opwekt. Nou, dat leidde tot een zoektocht met uiteindelijk de zin, hè, ik ben van plan om gezond 100 te worden. Ik lees ook een interview met je in het Noord-Hollands Dagblad, begin 2022. En daarin zeg je, we zijn hier alleen maar bezig met symptoombestrijding. En de journalist schrijft daarachter het zinnetje, hij geneert zich soms voor het werk. Is dat ook de uitdaging dat we als arts, ja, misschien als ik hem dan nog breder trek, is het dus een gemis dat we in de artsopleiding deze essentiële kennis ook niet aangereikt krijgen. Want daar begint het natuurlijk al een beetje persoonlijk, maar ook om uiteindelijk de mensen met wie we de hele dag werken beter te helpen. Ja, dat is natuurlijk evident dat dat een gebrek is aan de opleiding, of in de opleiding. En gelukkig zijn er nu al signalen dat in sommige opleidingen in het curriculum al leefstijlgeneeskunde wordt geïncorporeerd. Dus dat zijn goede tekenen. Er is ook een stichting Student en Leefstijl opgericht. Medestudenten die daar ook voor gaan. He, er is nu wel langzamerhand natuurlijk veel aandacht voor die leefstijlgeneeskunde. En is er zelfs een leerboek op de markt gekomen. Dus ja, het is heel goed dat het nu langzaam ook een beetje doorcijpelt bij de jonge dokters. Maar dat duurt vervolgens nog 6-7 jaar voordat ze dokter zijn. En nog dan 5 jaar specialiseren of nog promoveren erbij. Dus het duurt nog zo'n 15 jaar voordat het überhaupt bij de nieuwe generatie dokters bekend is. Ja. En de oude generatie dokters, die staan erbij en kijken ernaar en vinden het een beetje vreemd. Want die denken, ja, maar dat is allemaal niet zo hard. Dat is allemaal niet zo wetenschappelijk. Dit zit een beetje in de hoek van de goeroes en de diëten en de Sonja Bakkers. Dus daar voelen ze zich niet zo vertrouwd mee. Mm-hmm. Laten we daar gelijk op ingaan. Want je hebt zelf dus de website leefstijl-gids.nl opgezet. En op deze website schrijf je, leefstijlinterventies werken vele malen beter dan medicijnen. En ik hoop met deze site mensen alert te maken op de kracht van preventie voor hun gezondheid en de belangrijkste leefstijladvies op een rij te zetten. Hoe reageren mensen, maar ook collega artsen, op deze website waar je vooral getracht hebt om het ook juist wetenschappelijk allemaal te onderbouwen? Ja, ik probeer ook in een soort van reguliere systeem van dokters zoveel mogelijk de wetenschappelijke informatie die er in de hele wereld bekend is weer te geven. En dus zoveel mogelijk de softe spirituele kanten van de leefstijl die er ook zijn zoveel mogelijk weg te houden, zodat ook het voor dokters acceptabel is om door te nemen en te lezen en tot zich te nemen. En nou ja, je ziet dat dokters daar in het begin een beetje afkerig tegen zijn. Maar als ze dat gaan toepassen op hun eigen gezondheid, dan blijkt toch dat ze langzamerhand daar ook wel enthousiast voor worden en steeds meer zich daarvoor gaan interesseren. Een beetje parallel aan mijn eigen zoektocht. Dat je jezelf dus eigenlijk kan genezen, om het zo maar te zeggen. Hè? Je eigen lichaam, zoals jij dat ook heel vaak vertelt in jouw podcast. Hè? Dat je je lichaam de gelegenheid geeft om zichzelf te genezen. Hè? Die eigen kracht van het lichaam om zichzelf te genezen is enorm. Hè? Dat is veel groter dan dat we zelf kunnen bedenken. Hè? Dus, maar daar moet je wel de juiste tools voor hebben om je lichaam zichzelf te laten genezen. Nou, en die tools probeer ik dus inderdaad daar weer te geven op een hele praktische manier. En ik hoop dan dat andere mensen dat ook oppakken. Dokters, collega's en wie maar wil, die wil ik daarbij helpen. Mm-hmm, ik doe dat volstrekt ook vrijwillig. Ik heb geen enkele financiële bijbedoeling daarbij. Het is mijn missie, mijn hobby, mijn interesse. Mm-hmm. Ik ben daar dagelijks mee bezig. Ja, mooi. Want ik las ook dan in het interview met Noord-Hollands Dagblad dat je zei, leefstijl was vroeger iets voor de softe sector, hè, niet voor dokters. Nou, op de website heb je de meest betrouwbare wetenschappelijke informatie verzameld. Er staan ook een aantal links naar enorm waardevolle YouTube-video's. Ik heb ze ook bekeken van diverse, vooral internationale experts. Het is natuurlijk soms ook enorm lastig om te beoordelen of iets betrouwbaars is of niet. Omdat er zoveel aanbod is en zoveel verschillende visies zijn. Ja.
Wie zijn voor jou inspirerende, ook internationale of nationale voorbeelden? Ja, dat is goed dat je dat hebt gezien. Inderdaad, ik ben natuurlijk zelf niet de wetenschapper die al die informatie zelf ontdekt. Alleen, ik ben een soort vertaler en een ontdekker van al die informatie die er in de wereld is. En probeer die samen te vatten op een manier die voor veel mensen goed inzichtelijk te brengen is. En te volgen is. En ja, kijk, niet veel mensen zijn ook zeg maar in de internationale wetenschappelijke Engelse terminologie bekend. He, dus om die vertaling te maken en om dat beschikbaar te maken aan iedereen, volg ik dus inderdaad veelal Engelstalige wetenschappers. Zoals het team van Peter Attia. Die heeft een soort van platform waarbij hij allerlei wetenschappers interviewt. En alle bekende informatie op het gebied van longevity, dat heet, zo is dat in het Engels de term, die is een beetje lastig te vertalen. Longevity. Gezond en gelukkig oud worden. Gezond, ja. Oud worden op een goede manier, ja. Vitaal en gezond oud worden. Daar hebben zij een mooie term voor. Maar daar heeft hij dus die website opgezet. En dat is niet commercieel. Hè. Veel Amerikaanse websites en van die onderzoekers, die moeten om zichzelf te kunnen blijven onderhouden. En voor een pensioen vaak in Amerika. Ja. Moeten ze heel veel spullen verkopen. Ja. En dat zit een beetje, is altijd een beetje dubbel. Want dan moet je hun producten gaan kopen. Terwijl je denkt, nou, misschien zijn die producten nou ook weer niet zo heel erg goed. Hij wil losstaan van die commerciële bijbedoelingen. En je moet lid zijn van zijn platform om al die kennis volledig tot je te kunnen nemen. En ik ben gewoon lid, dus ik krijg zijn wekelijkse e-mails. Ik krijg altijd een link voor over zijn podcast als die weer uit is gekomen. En hij interviewt echt alle meest up-to-date wetenschappers die te maken hebben met een gezonde leefstijl. Internationaal. En die kennis die neem ik tot me en die probeer ik dan weer te vertalen naar het Nederlands en dat samen te vatten. Maar goed, dat is ook iets wat jij natuurlijk eigenlijk ook een beetje aan het doen bent. Jij bent een soort de Nederlandse Peter Attia. Mm-hmm. En jij probeert ook al die informatie die er dan in het Nederlands beschikbaar is en die ook voor de mensen een beetje in hapklare brokken moet worden gepresenteerd. Laat jij dat ook zien in jouw podcast. Ja. Dus ja. Daar zit een hele grote analogie in. En maar goed, die Peter Attia, die haalt echt het op een hele wetenschappelijke manier. Haalt hij de mensen naar voren en die geeft hij een goed interview. En hij is ook bezig met een leerboek te maken wat volgend jaar dan uitkomt. Maar naast Peter Attia is ook zeg maar heel interessant om te volgen is dokter Perlmutter. Hij is ook een enorme intelligente man die zijn sporen verdiend heeft. Veel boeken schrijft in Amerika. En hij is dan een neuroloog. Maar ook hij geeft podium aan andere mensen die op het gebied van gezonde leefstijl en neurologische ziektes en Alzheimer zijn ze heel erg veel mee bezig. Preventie daarvan. En het effect van de gluten in de darmen en het microbioom, noem het allemaal op. Heel veel informatie. Ook zijn site is heel erg interessant om te zien. Daarnaast volg ik nog veel meer wetenschappers. Ja, maar ik zag qua Nederlandse inspirerende mensen Hanno Peijl en Willem de Kotvriend staan. Die ook beide op deze stoel hebben gezeten in onze podcast zijn geweest. Ja. Ja, maar als ik ga kijken naar ook gewoon praktisch, hè, wat je allemaal mooi bundelt op je website. Je passie op leefstijlgebied richt zich onder andere op voedingsinterventies. Dus vaste, autofagie. Maar ook inspanningsfysiologie, lichaamsbeweging, slaap, emotionele en mentale gezondheid. De invloed van giftige stoffen, ook steeds belangrijker denk ik. En ook supplementen. Met welke laagdrempelige tips kunnen mensen, luisteraars, kijkers gelijk al starten? Wat zijn nou op deze gebieden praktische tips? Je bedoelt over alle leefstijl. Ja, misschien kun je over een paar dingetjes een praktische tip geven. Het zijn natuurlijk al enorm veel gebieden, maar voel je vrij. Nou ja, mensen denken altijd een gezonde leefstijl, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet een beetje meer bewegen en minder eten en dan komt het wel goed. Maar zo simpel is het eigenlijk ook niet. Je moet
zeg maar, als je een combinatie doet van alle tips die ik heb. Ja, moet je kijken naar al die verschillende onderdelen van het leven waar je zeg maar winst kan boeken op je gezondheid. En dan als eerste is dan voeding natuurlijk in het oog springend. We eten te vaak en we eten te veel en we eten de verkeerde producten. Dat is dan één interventie die je kan doen. En als ik daar als tip mag geven is dat om minder vaak te eten, dat is heel belangrijk. En daarom zeg ik, vasten is heel goed te doen. Je kan heel goed je ontbijt overslaan. Je geeft dan je lichaam meer de ruimte voor herstel en recycling van alle rotzooi in je lichaam. Waardoor je lichaam in een gezondere toestand komt. Je cellen beter functioneren. En ondertussen gaat je lichaam over op het vetverbranding. En die kan je dan in principe zeg maar, die vetverbranding geeft ketose. Die ketose heeft heel veel voordeel voor je gezondheid. En je verliest daarmee vet, wat we allemaal te veel hebben. Dus vasten is wel een hele goede tip. Ontbijt overslaan is heel simpel. Als je meer vet wil verliezen en nog gezonder wil zijn, dan kan je naar één maaltijd per dag. Dat is eigenlijk voor de meeste mensen prima te doen. Dan als het gaat over de kwaliteit van voeding die we nemen, nou ja, dan is het heel in het oog springend om te zeggen dat we eigenlijk moeten stoppen met alle suikers tot ons te nemen. Fructose heeft daar nog een belangrijke rol in. Dat is eigenlijk de grootste gifstof die we maar kunnen bedenken. Die zet het lichaam aan tot alle ziektes die we zo'n beetje hebben in de wereld. Het metabole syndroom staat daar centraal. Dat is een soort centraal ziekteproces waarin het lichaam hoge bloeddruk krijgt, leververvetting, insulineresistentie, dus diabetes. Je krijgt daarbij hoog cholesterol in je bloed. Je krijgt hart- en vaatziektes. Dat levert ook fertiliteitsstoornissen op. Dus mensen kunnen niet zwanger worden. Het levert gewrichtsklachten op. Kanker krijg je erdoor. Noem het allemaal maar op. Het is verschrikkelijk. En het centraal in dat hele proces van het metabole syndroom staat eigenlijk de stofwisseling van suikers en fructose. Een enorm interessant boek om te lezen op dat gebied is van professor Rick Johnson, wat recent is uitgekomen. Dat boek heet Why Nature Wants Us to Be Fat. En daarin beschrijft hij al het wetenschappelijk onderzoek wat hij heeft gedaan met zijn team om te laten zien dat fructose direct aanleiding geeft tot het ontstaan van dat metabole syndroom. Nou denken mensen, ja, fructose, dat is eigenlijk toch de gezonde suiker. Hè? Zo leer je dat een beetje van, ja, fruit, mag ik dan geen fruit meer? Nee, want fructose zit eigenlijk bijna overal in. Hè? Fructose is onderdeel van saccharose. En saccharose is de tafelsuiker die we gebruiken, die we overal opstrooien. Of de high corn fructose syrup, die we overal in producten, in voedingsproducten hebben zitten. Met allerlei benamingen. Overal in iets van 70% van alle verpakte voeding zit dat. En dat is gewoon eigenlijk gewoon suiker. En dat geeft aanleiding in je lichaam tot het ontstaan van dat metabole syndroom. En dat gaat dus heel geniepig. Maar het gaat, zeker als je het continu maar tot je neemt, gaat dat heel veel schade opleveren in je gezondheid. Bovendien, ja, heb je die eigenlijk helemaal niet nodig als je op een gezonde manier voeding neemt, verse, onbewerkte producten neemt. Daarom die tip is, op betreft van voeding, is zoveel mogelijk gezonde, verse voeding en alle suikerhoudende producten vermijden. En ik denk dat we er naartoe moeten in de overheid. Dat we naast roken verbieden ook alle softdrinks moeten verbieden. Of frisdranken. Frisdranken. Want ik denk dat dat het grootste gif is wat we met name ook de jongeren aandoen. Hè? Ik zeg wel eens, ik ben een fan van Max Verstappen. Maar hij rijdt godverdomme met de... Oh, sorry. Nee, ik denk hetzelfde over dat de Red Bull. Hij rijdt met Red Bull. Ja, en dat is echt verschrikkelijk slecht spul. En
suikerhoudend. Het is gif. En de hele wereld loopt in die merchandise shirtjes met dat Red Bull logo. En het feit dat ze dat kunnen betalen, dat zegt al genoeg. Mm. Hoe wijd verspreid het gebruik daarvan is. En ja, daar moeten we vanaf. Hij moet naar een andere sponsor. Nou goed, dus die softdrinks en die zoete troep. Ja, 15% van onze pubers, die hebben al verschijnselen van het metabole syndroom. En hebben dus al ziektes die passen bij wat vroeger behoorde bij de oudere populatie boven de 60. Die hebben al hoge bloeddruk, die hebben al hoge cholesterol, die hebben al leververvetting, die hebben al insulineresistentie. En dat zou eigenlijk onze gezonde populatie moeten zijn. En dus is dat wijd verspreid. Hè, dus naast roken stoppen met die softdrinks. En je noemt net één maaltijd en nu zeg je ook qua voeding wat je beter niet kan eten. Hoe zou die ene maaltijd per dag dan eruit moeten zien qua optimale samenstelling, qua misschien ook qua macronutriënten, qua koolhydraten, eiwitten en vetten? Ja. Ja, nou kijk, mensen zijn altijd bang dat ze te weinig energie hebben. Hè. Er is een volstrekte misvatting, hè, dat we de motor van het lichaam, de stofwisseling, aan de gang moeten houden met veel eten en frequent eten. Dat is absoluut, om het hard te zeggen, onzin. Hè, ons lichaam, onze fysiologie, onze stofwisseling gaat altijd door. Daar hebben we geen voeding voor nodig. Hè, we krijgen gewoon altijd, eigenlijk iedereen bijna te veel aan voeding binnen. Waardoor wij onszelf ongezond eten. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken over de hoeveelheid calorieën die we tot ons nemen. En kan je prima met één maaltijd per dag. Als je zeg maar tussendoortjes wil doen, dan zijn er ook heel gezonde tussendoortjes. Hè. Als je het niet helemaal zeg maar volhoudt tot het eind van de dag, dan kan je prima met snoepgroentes en met noten en met allerlei gezonde producten prima nog de dag doorkomen. En dan eet je aan het eind van de avond, zeg ik altijd, ga je de tijd die je hebt bespaard en het geld dat je hebt bespaard met het overslaan van je ontbijt en het overslaan van je lunch, kan je prima, zonder dat het extra kosten heeft, kan je een verse maaltijd maken, zelf bereiden, daar de tijd voor nemen, het gezellig maken om te koken. En dan ga je een koolhydraatarme maaltijd tot je nemen. Hè. Dus dan vermijd je de standaard pasta, de standaard aardappelen of rijst. En dan ga je gewoon met veel groentes, groenten zijn natuurlijk belangrijk. Daar zitten ook koolhydraten in overigens. Maar in een lage concentratie die niet aanleiding geven tot het ontstaan van het metabole syndroom. Ga je dat combineren met eiwitten. Eiwitten zijn ook een belangrijk onderdeel van het lichaam. Samen met de vetten, want die geven samen verzadiging. En dat is wat we nodig hebben. Ons lichaam wil verzadigd raken. Die wil het gevoel hebben dat je voldaan bent na het eten. Nou, daarvoor heb je die eiwitten met name nodig en de vetten. Nou ja, als je het hebt over de eiwitten, dan kan je er prima gewoon vlees, kip, vis eten. Als je een salade neemt, kan je dat er ook prima in vermengen. Samen met noten, met zaden. En dan de vetten met olijfolie of met wat ik veel gebruik zelf is zeg maar de kokosolie, wat een geweldig product is. En de juiste vetten met zich meebrengt. Hè, dus je kan heel goed met op een andere manier denkend, koolhydraatarm, gezond, vers en het liefst biologisch dan je maaltijd samenstellen. En dan sluit je dat af met een dessert met volle kwark of yoghurt. Wat ook heel gezond is voor je microbioom met wat fruit. Mm-hmm. Ja, want enerzijds zeg je net van we zouden frisdranken mogen verbieden, hè, vanuit de politiek. Anderzijds zeg je van dat we bij de jongeren al zien dat 15% metabool syndroom heeft. En dat is onze toekomst. Hè. Dan mag die ouderdomsuikers, die ouderdomsziektes treden steeds eerder op. En dat is zorgelijk als dat nu al in die groep zichtbaar is. En wat zou jij doen als minister van Voeding en Leefstijl met een enorme bak geld en enorme vrijheid om dingen door te voeren? Nou ja, dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Ik denk dat je sowieso de zorg, het geld wat nu naar de zorg gaat, daar moet je direct 10%
vanaf choppen en dat stoppen in preventie en in scholing. He, ik denk dat we moeten beginnen bij onze jeugd. He, we geven onze kinderen 1 of 2 uurtjes lichamelijke opvoeding op school. Nou, dat is spelen met een bal. Dat stelt tegenwoordig niet zoveel meer voor. Mijn vader was vroeger nog van de ouderwetse stempel en leraar lichamelijke opvoeding. En die vond eigenlijk dat het niet alleen maar een beetje spelen is in de gymzaal. Leuk met een bal. Nee, dat heeft inderdaad te maken met lichamelijke opvoeding. Dat betekent dat je de kinderen leert wat een gezonde leefstijl is. He, dus ik denk dat veel breder is dan alleen maar een beetje sporten. En dat je die kinderen leert bewegen. Dat je kinderen leert wat gezondheid is. Dat je kinderen leert wat voeding is. Dus ik denk dat we direct moeten beginnen bij de lagere scholen om daar gezondheidsleer in het curriculum te stoppen. Dat ze daar, ik denk een paar uur per week gewoon gezondheidsleer krijgen met ook bewegen. Professor Scherder die is natuurlijk van het bewegen, van het ommetje en van ook op scholen dat stimuleren. Nou, daar sta ik natuurlijk volledig achter. We moeten met z'n allen veel meer bewegen. Dus die kinderen die op school de hele dag zitten, die moeten met veel meer pauzes, veel meer bewegen. Maar ze moeten ook al beginnen met die lessen gezondheidsleer. Daar zou je geld naartoe moeten stoppen, zodat ook de jeugd dat kan gaan omarmen. Je ziet nu ook dat de jongeren eigenlijk de motor zijn voor alle milieukwesties. Die maken dat aanhangig. Die zijn allemaal heel erg bezig met de toekomst van onze planeet. En ik denk dat dat parallel zou kunnen lopen met hun aandacht voor gezondheid. Want wij zijn natuurlijk bezig onze planeet te verwoesten. Maar we zijn ook bezig met onze eigen gezondheid te verwoesten. Dus op de manier zoals wij nu bezig zijn. Ons lichaam is ook een stukje aarde. Daarom. Dus dat kan heel goed meegenomen worden. Ik denk dat die aandacht daarvoor moet komen. Vanuit de overheid kan je dat stimuleren. En zou daar een groot deel van het geld naartoe moeten gaan. Om die beweging op gang te brengen bij de jongeren. Daarnaast zou je, denk ik, gezondheidsleefstijlcentra moeten gaan oprichten. Zoals ik dat ook verkondig, moeten de mensen gewoon de mogelijkheid hebben om jaarlijks of tweejaarlijks of wanneer dan ook, analoog aan wat we doen bij de tandheelkunde, een controle, een check-up van hun gezondheid te krijgen. Waardoor je mensen de inzicht kan geven in hun gezondheidstoestand op dat moment. Want al die chronische degeneratieve ziektes die we met z'n allen hebben, die beginnen niet pas op je 40ste, op je 50ste, maar die beginnen al op je 20ste, op je 30ste. En die zijn al duidelijk te herkennen. Alleen je hebt nog geen verschijnselen, dus je gaat niet naar de dokter ermee. Maar als jij in een gezondheidscentrum al die mensen voorbij laat komen en ze goed checkt, dan kan je dus al zien dat ze al tekenen hebben van hoge bloeddruk, al tekenen hebben van een insulineresistentie, al een cholesterolverstoringen hebben, niet vitaal zijn, al wat klachtjes hebben van hoofdpijn, darmklachten, energietekorten. Hè? Want energie is natuurlijk ook een belangrijk ding. Heel veel mensen zijn moe of depressief. Heeft heel erg direct een relatie met die gezonde leefstijl. Nou ja, dus je kan daarvoor een enorme winst boeken als je die mensen al vanaf jongs af aan gewoon met een jaarlijkse controle langs laat komen bij een leefstijlgezondheidscentrum. Vervolgens, als je mensen vindt dat ze met adviezen alleen en niet uitkomen en toch ontsporen op hun gezondheidsgebied, dan zou je ze een traject moeten aanbieden, gepersonaliseerd, individueel gericht, op gebied van leefstijl, met een leefstijlinterventie. En dan kan je mensen op hun weg geven van een leefstijlcoach, een beweegcoach, een diëtiste of een heel traject geven van al die combinaties van adviezen die ze dan wat harder kunnen aanpakken en hun leefstijl kunnen aanpassen. Zodat ze langzaam weer toegroeien naar een gezonde leefstijl. En al die gewoontes, want dat zijn het, de verkeerd aangeleerde gewoontes weer kunnen afleren.
Ja. Dus zo'n formule van een gezondheidscentrum, daar zou het geld naartoe moeten. Vind ik enorm sterk. Je hebt op je website een kopje toekomstvisie. Enorm inspirerend waar je deze punten uiteenzet. En je zegt dan ook vooral dus dat los van het ziekenhuis en de huisartsen dus aparte leefstijl gezondheidscentra mogen komen. Waar mensen dan worden begeleid op dus preventieadvies en ook interventie. Dus dat er eigenlijk een parallel systeem komt. In plaats van dat we zeggen, ja, dat is ook de verantwoordelijkheid van de huidige reguliere geneeskunde. Ja. En die stroomt al een beetje over natuurlijk als je het hebt over druk. Klopt. Ja, dat is inderdaad zo. De reguliere zorg die stroomt over en die gaat nog veel meer overstromen. Kijk, we zitten nu in 2022 en we zien het zorgaanbod van alle patiënten enorm toenemen. En dat wordt alleen maar erger. Patiënten die komen steeds meer en we hebben gewoon te weinig personeel, we hebben te weinig geld om dat allemaal te gaan behandelen. Bovendien is het allemaal, hè, zoals in een vorige podcast ook genoemd was, een beetje hozen van het vollopende schip met alle gaten erin. En ja, daar kunnen we niet aan blijven voldoen. Dus we zullen naar een ander systeem moeten van gezondheidszorg. En dan zal je anderhalve lijns zorgsysteem moeten in het leven moeten brengen van dus zo'n leefstijl gezondheidscentra die overal verspreid in het land hun invloed kunnen hebben parallel aan de ziekenhuizen. En dat staat dan tussen de huisarts, de bedrijfsarts en het ziekenhuis in. En die kan je dan gewoon financieren vanuit de overheid. En daar moet ook, denk ik, het ziektekostenverzekeringssysteem op worden aangepast. Dat een groot deel van dat geld ook verplicht wordt gesteld om dat te bedoelen voor de preventie en leefstijlinterventies. Ja, dat hebben we hard nodig. En daar speel je een belangrijke schakel in. Ik las het artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Daar lees ik, je wilt als eerste in de wereld gaan aantonen dat je met een gezonde leefstijl de patiëntenstroom naar het ziekenhuis kunt verminderen. Waarom is dit voor jou zo belangrijk? Er zijn misschien genoeg andere medische specialisten die denken, ja, het zou misschien kunnen, maar ik ben zuinig om mijn vrije tijd in mijn weekenden en mijn avonden. Maar ja, jij pakt deze handschoen op. Ja, het is ook een beetje raar dat ik dat allemaal doe, want ik doe het allemaal zonder financiële bijbedoelingen. Maar eigenlijk is dit eigenlijk een passie die ik heb gevoeld, waarbij ik voor mezelf eigenlijk heb gemerkt dat wat ik nu doe is in de reguliere zorg leuk om te doen. Hartstikke interessant en je helpt mensen hartstikke goed in de moeilijke omstandigheden waarin ze zitten. De grote ongevallen, de grote operaties, de stressvolle situaties in hun leven. Dat is allemaal heel, heel nuttig en belangrijk. Alleen, die mensen hoeven, echt 80% van wat we doen in het ziekenhuis is te voorkomen. En ik heb nu de kennis verzameld om dat ook inderdaad in praktijk te brengen. Dat je die mensen zo kan helpen dat ze niet in het ziekenhuis hoeven te komen. En misschien zijn dokters eigenlijk over het algemeen alleen maar gericht om zieke mensen beter te maken. Maar ik vind dat je als dokter eigenlijk veel zinniger werk doet als je voorkomt dat ze zo ziek worden. En als je die kennis hebt, dat voel ik mij verantwoordelijk om al die kennis naar buiten te brengen en onder de aandacht te brengen. En ik probeer dat te doen op mijn manier, met mijn beperkte mogelijkheden en in mijn eigen vrije tijd. Maar het is wel heel zingevend, ook voor mezelf. Je hebt natuurlijk aan het eind van je carrière heb je nog wel eens dat je denkt, oké, was dit het? En voor mij ligt er nog een hele nieuwe carrière in het verschiet, waarin ik deze missie hoop voort te zetten, ook na mijn pensioen. Ik ben ondertussen al 62 geworden, heb veel ervaring in de reguliere zorg en wil graag in de fase waarin ik nu zit veel meer aandacht geven aan die leefstijlinterventies en het verspreiden van de kennis die ik heb opgedaan op dit gebied. En dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met het opzetten van dat project Leefstijl. Ja. Dat wordt door de krant gevolgd elke maand.
Ik las het in het Noordse Dagblad. Hè. Ik kreeg meer dan 400 reacties. Dat eigenlijk waren 10 plekken. Nou, ik zag dat op dit moment begeleid je 15 personen. Het doel is verantwoord afvallen en van de medicijnen afraken. Heb je al zicht op de eerste resultaten? Ja, het is verbluffend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf verbaasd ben over hoe snel je weer gezondheid eigenlijk kan verbeteren bij mensen die al jarenlang allerlei klachten hebben. Ik kan voorbeelden geven. Een meneer van 79 die al jarenlang, 30 Jan jaar Ebbing. Lang... Hè? Jan Ebbing? Jan? Ja, ik weet het. Ik heb het goed voorbereid. Jan Ebbing? Ja, Zit al heel lang aan de middelen, aan de pillen. Voor zijn cholesterol, voor zijn suiker en voor zijn bloeddruk. Ja, het is bijna verbluffend om te zien hoe snel die van de pillen af is. Hè? Eigenlijk in 3-4 maanden. Door strikt koolhydraatarm, fructose vermijden, fasten, bewegen, kennis opdoen over gezonde leefstijl, met goed slapen, dus niet alleen bewegen in de sportschool, maar ook dagelijks. Het wandelingetje of op de home trainer, oefeningen doen. Dat in combinatie dus met die met dat beleid wat ik heb uitgestippeld rondom om het vasten. Gaat het dus zo verbluffend dat hij zijn suiker kwijt is. Hij belde mij op een gegeven moment dat hij zo duizelig was en dat zijn bloeddruk 95 over 60 was. Dus toen zei ik ook van stoppen met die middelen. Ga maar snel met je huisarts in overleg. Hè, want ik hou me natuurlijk wel buiten het medische beleid. Ik adviseer mensen over de gezonde leefstijl, maar ik ben niet hun behandelaar. Maar ja, die middelen zijn allemaal niet meer nodig als je zomaar overgaat op een andere leefstijl. En dat is dus de kracht van het je lichaam de mogelijkheid geven tot zelfgenezing. Ja, want zijn bloeddruk werd dus te laag eigenlijk, omdat hij nog steeds bloeddrukverlagers had die niet meer nodig waren. Nou, nu hebben we het over één man, hè, Jan Ebbing van 79 jaar, die dus dankzij voeding en leefstijl kon stoppen met zijn pillen en zijn insulinespuit. Ik vond het grappig dat hij ook zei in een krantartikel wat ik las, ik eet bijna geen brood, pasta en aardappelen, hè, meer. Maar vandaag krijgen nog heel veel mensen de diagnose diabetes type 2, hè, ongeveer zo'n 150 personen per dag, ook vandaag. En die gaan naar de diëtist en die krijgen koolhydraatrijke voedingsplannen. Ja. Die krijgen het advies van eet nou 6-8 keer op een dag, van houd dat motortje draaiende. Dus nu hebben we het inderdaad over die ene persoon, maar we moeten naar die revolutie toe in die massa. En we hebben natuurlijk nog dan te maken met enorme achterhaalde officiële koolhydraatrijke voedingsrichtlijnen, klopt, adviezen. Ben ik met je eens. Mijn dochter Juliette, die studeert voeding en diëtetiek. En die zegt dat natuurlijk ook, dat ze dat nog steeds leren. Hè? De schijf van 5 en alle adviezen. Dat is allemaal achterhaald. De kennis die jij en ik hebben, die is nog niet doorgedrongen in de reguliere zorg. In de reguliere kennis van de instituten in Nederland. En dat is ook een beetje vloeken in de kerk voor hun. Als je het hebt over vasten, koolhydraatarm eten. Dan denken ze al gauw toch dat je een beetje raar bent. Mm-hmm. En dat je tegen de reguliere zorg in bent. Hè? De richtlijnen. Maar ja, wat blijkt is dat als je dit volgt, deze leefstijl, de koolhydraatarme voeding, het vasten, het bewegen, dat je dus enorm snel mensen gezond kan krijgen. Dus er ligt een enorme taak voor ons om inderdaad daar aandacht voor te vragen en daar in de publiciteit mee te treden. En dat is ook wat ik dan probeer te doen met die krantenartikelen. Ja. En ik wil dat ook gaan voortzetten. Ja, mooi. Als je het hebt over dat de moderne mens te veel bewerkte koolhydraten eet. Misschien ook te veel zit of te veel stress heeft of te weinig slaap. Leidt allemaal tot een toename van visceraal buikvet. Ik las een column voor jou met de titel Vet ziek. Hoe kijk je naar buikvet? Ook misschien voor het perspectief van de luisteraar en de kijker. Want het lijkt zo onschuldig. Hè? Even je broekriem in een gaatje wijden. We kopen even wat ruimer shirtje. Ja, het is bijna gênant om te zien hoe de bevolking degenereert door het viscerale vet. Nou,
moet ik zeggen dat ik dagelijks natuurlijk patiënten op de operatiekamer zie, waarbij de buik wordt opengesneden en de gele vetbubbels mij tegemoet treden. En dat ziet er niet aantrekkelijk uit, kan ik je vertellen. En het is ook super ongezond. Het viscerale vet is inderdaad een van de motoren ook van dat metabole syndroom, wat al die ziektes aanjaagt. Het is ook zo dat dat samen met dus de intake, de verkeerde intake van fructose en glucose, eigenlijk het allerbelangrijkste ziekmakende proces is in het leven. Dus als je daar korte metten mee kan maken door ze dat viscerale vet te laten opeten door inderdaad met vasten en koolhydraatarme voeding ze in ketose te krijgen en ze dat viscerale vet te laten opeten en je verandert dus de intake van alle snelle suikers, de refined carbs, dat je daarmee dat proces van metabool syndroom direct kan doen stoppen. En mensen weer eigenlijk gezond kan laten worden. En dat kan heel snel. Dat kan ik dus laten zien dat je met een intensieve leefstijlinterventie dus eigenlijk zo enorm snel al resultaten kan boeken. En dat verbaast mij ook. Dat je in 6 maanden tijd dat al goed voor elkaar krijgt. De meeste mensen met diabetes type 2, hypertensie en hoog cholesterol weer helemaal op de rails kan krijgen. Ja, en hypertensie is hoge bloeddruk. Ja, want zelf ontbijt je nooit. Hè. Je noemt nu de kracht van vasten. Hè. Ik lees dat. En na 24 uur vasten heb je 250 gram vet verbrand. Hetzelfde bereik je met 6 uur fietsen met een snelheid van 20 km per uur. En 3 uur hardlopen. Of 3 uur hardlopen dan natuurlijk met een snelheid van 10 km per uur. En continu komt ook terug eigenlijk dat de moderne mens eigenlijk niet meer dan 50 gram koolhydraten per dag zou moeten eten. Dat is eigenlijk koolhydraatarm. Het ketogene dieet is dan nog minder dan 30 gram. Waar we ook eigenlijk aparte Oerstek podcast over hebben gedaan. Als ik kijk naar je eigen leven. Zie je eigenlijk, ik ontbijt zelf nooit. Dus voeding. Maar ook dat je altijd ook naast je opleidingen altijd intensief aan sport hebt gedaan. Zoals hockey in de hoofdklasse. Schaatsen, zelfs 2 keer de Elfstedentocht. Skiën, zeilen, surfen. Hè. Wat brengt sport in jou? Nou ja, sporten eerlijk gezegd is onderdeel van mijn leven geweest vanaf jongs af aan. Hè. Maar ik vertelde al, mijn vader natuurlijk leraar lichamelijke opvoeding was. Dus ik ben opgegroeid met sport en bewegen. Dus voor mij is het eigenlijk altijd onderdeel van mijn DNA geweest. En ik heb er altijd heel veel voldoening uit gehaald. Sport, je hebt er wel eens geen zin in. Maar als je het gedaan hebt, dan denk je altijd weer van, hé, wat lekker eigenlijk. Wat stom dat ik dat niet wat vaker doe. En dat gaat niet altijd, hè, want mensen denken, ja, maar dat is topsport en dat is helemaal niet goed. Nee, het gaat ook niet om topsport. Het gaat om bewegen en om jezelf aan de gang te laten zijn. Het kan ook in de tuin zijn. Een beetje rommelen in de tuin is al beweging. Het naar je werk toe fietsen. Ik ben absoluut geen fan van de e-bikes, want ik kom ze natuurlijk elke dag tegen. Ik ga naar mijn werk op de fiets. 10 kilometer hè, op een gewone fiets. Ja, ja. En, maar dan komen natuurlijk allerlei mensen en ook collega's met een e-bike mij voorbij. En dan denk ik, ja, het is weer gemak wat de mens dient. Maar die uitspraak is volstrekt misplaatst. Gemak dient de mens niet. Hè, want we krijgen inderdaad een zittend bestaan. We gaan met de e-bike naar het werk. We gaan met de lift naar de 3e etage. We zitten achter onze computer de hele dag door. En we doen niks. En we vervetten. En we worden ziek. Dus we moeten die beweging moeten we zoveel mogelijk promoten. Het is dus wel interessant dat je mag onderbreken wat je nu zegt over de e-bike. Wat me, dat je ook steeds meer kinderen en ook middelbare scholieren. Want je fietst 10 kilometer naar je werk. Nou, even zwart-wit hoor. Maar heel veel ouders vinden het zielig als een kind 10 kilometer naar de middelbare school moet fietsen. Met wind tegen en dan gaat het zweet op de rug. En, ja. Maar we kunnen ook zeggen als maatschappij of als ouders van onder de 18, net als roken, mogen kinderen al geen e-bike. Zou een hele mooie zijn. Heel leuk. Ja. We gaan heel heftige reacties komen. Dat weet ik al. Maar we zijn wel als volwassenen verantwoordelijk voor het creëren van die vitale leefomgeving voor onze kinderen. Juist. Het is essentieel. Hè? Die beweging die raakt eruit met. Kijk, ik had vroeger geen mobiele telefoon. Ik had geen computer. De televisie bestond nauwelijks nog. Ik was altijd buiten aan het spelen. Dus toen was dat helemaal niet in vragen. En nu zie je al die kinderen alleen maar achter dat schermpje zitten.
ze bewegen niet meer. En dan gaan ze nog wel naar een sport toe. Nou, dat is dan één keer in de week, misschien twee keer in de week. Nou, poe, dan zijn ze al echt al heel enthousiast. Maar dat is niet de oplossing. We moeten weer dat bewegen incorporeren in ons dagelijkse leven. Om de twee uur, als je niks hebt gedaan, moet je even kniebuigingen doen. Moet je al even de trap lopen. Moet je al eventjes wat gaan doen. Elke kleine beweging is winst. En zo moeten we dat weer gaan oppakken. En natuurlijk, het is niet het enige. Maar al die kleine dingen bij elkaar, die helpen in gezondheid. Want wil je gezond leven, moet je al die aspecten van gezondheid, waaronder bewegen, waaronder die voeding, waaronder dat vasten, waaronder de goede slaap, waaronder de ontspanning zoeken. Maar ook spanning. Het is ook goed om spanning te hebben, want met spanning kom je tot iets, kom je tot prestaties. Maar je moet dat ook weer compenseren met ontspanning. Al die verschillende facetten van de gezonde leefstijl moet je eigenlijk in je leven zien weer in te bouwen. Nou ja, dat is wel nog een hele missie om dat inderdaad iedereen duidelijk te maken. Dat allemaal erbij hoort. Mm-hmm. Ja, en dat is harder nodig dan ooit. Daar hebben we veel energie voor nodig. Je beschreef net je situatie in 2016. Je had enorm veel hoofdpijn. Toen was je vaak ook moe, 's avonds. Hè. Door je nieuwe leefstijl heb je 's avonds nu nog energie voor het lezen van vakliteratuur. En voor het verspreiden van je leefstijlboodschap. Hoe zorg je overal met al die ballen die je hoog houdt voor balans? Of zeg je van, omdat het allemaal mijn passie is, ja, kom ik eigenlijk nooit meer in de min? Dat is natuurlijk ook een van jouw topics, hè? Zingeving. Het is natuurlijk zo dat doordat je met iets bezig bent wat zinvol is, wat echt heel essentieel nodig is in de maatschappij, je deze missie makkelijk kan volbrengen. Want dat geeft mij enorm veel gedachtes, toekomstvisies. Je helpt mensen echt op een serieuze manier met hun gezondheid. Ik begeleid natuurlijk naast dit project Leefstijl ook andere mensen. Die probeer ik te inspireren, probeer ik te helpen met een gezonde leefstijl. En dat werpt ook zijn vruchten af. Dat is heel motiverend. Mm. Dat helpt mij ook. Dat geeft mij bevestiging in waar ik mee bezig ben. Om dat ook door te zetten. Maar voor mezelf is het motiverend. En ja, nogmaals, door het feit dat ik deze leefstijl heb opgepakt voor mezelf, heb ik veel meer energie dan dat ik ooit heb gehad. En dat zou ik ook. Dat gun ik ook andere mensen. Je zou het. Ik had dat zelf van tevoren ook niet gedacht. Hè? Want ik dacht, ik ben gezond en ik mankeer niks. En een beetje hoofdpijn, nou ja, een beetje buikklachten. Ah, ja, het hoort bij me. Dat hoort allemaal bij me en het zal wel. Totdat ik in één keer toch een soort van openbaring op dit gebied heb gekregen. Dat ik denk, oh, zo zit dat. Maar ja, dat had ik eigenlijk tijdens mijn studie moeten leren. Want dit zijn allemaal zaken die we echt in de geneeskundestudie moeten weten. Want daarmee help je mensen echt. Langzamerhand zie je nu ook in het land enkele medisch specialisten die zich bezig gaan houden met die leefstijlgeneeskunde. Die een eigen kliniek willen gaan opzetten, een leefstijlkliniek. Ik las net weer een artikel over, ook in de Medisch Contact, van een jonge neuroloog, Wardell Amerika, die dus ook bezig is met het opzetten van een leefstijlkliniek. We moeten dat zien bij elkaar te brengen inderdaad. Tot een landelijk netwerk van leefstijlklinieken die mensen gaan begeleiden in hun transitie naar de gezonde leefstijl. Ja, helemaal met je eens. Als ik kijk op jouw levenspad, dan heb je als assistent meerdere dingen gedaan. Hè, waaronder orthopedie en militaire dienst in Utrecht. Maar je bent ook in Engeland geweest voor orthopedie. Hoe waren deze ervaringen? Nou, je bent als dokter natuurlijk, als je net klaar bent aan het zoeken van wat is mijn richting, waar wil ik uiteindelijk de rest van mijn leven in werken. En dan is het heel leuk om verschillende ervaringen op te doen in diverse vakgebieden. En ik heb een brede interesse en daarom heb ik ook meerdere dingen gedaan voordat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt tot de anesthesiologie, wat ik uiteindelijk het leukste vak vind wat er in de wereld is. Het is hartstikke leuk om dat vak te doen. Maar waarom is het het leukste vak? Want je hebt
een kort gesprekje natuurlijk. En dan breng je ze onder zeil. En verder heb je natuurlijk weinig interactie. Ja, dat is een hele makkelijke... Nee, maar misschien wel een mythologie die er heerst. Ja, die gelijk uit de wereld. Ten eerste ben je enorm breed, zeg maar, generalistisch bezig als dokter. He, dus je bent als het ware en cardioloog en longarts en internist en chirurg. En anesthesioloog, om al die mensen tijdens dat proces van een operatie, om die te begeleiden. En je moet inderdaad van al die vakken afweten. En je moet ze ook pre-operatief, moet je ze zien en moet je ze zien te optimaliseren. En dat is leuk dat je dat zegt. We zien nu analoog aan die hele leefstijlbeweging ook binnen ons vak van chirurgie en van anesthesie, dat prehabilitatie wordt een belangrijk ding. En daarmee, prehabilitatie is het optimaliseren van de gezondheid van de patiënt voor een operatie. Wat blijkt nou, dat zijn natuurlijk nu wat meer onderzoeken met resultaten die er naar buiten komen, dat die prehabilitatie, dat optimaliseren, als je dat een week of 6 van tevoren doet voor een operatie, dat zelfs bij patiënten die toch serieus kanker hebben en voor een grote operatie gaan, dat als je die een programma geeft met beweging, intensieve beweging, met voedingssuppleties, met adviezen, ze duidelijk voorbereid op een operatie, dat in zo'n prehabilitatietraject ze hun vitaliteit duidelijk verhogen. En dat ze door zeg maar die prehabilitatie na de operatie sneller herstellen. Minder ziektedagen in het ziekenhuis hebben. Minder complicaties na een operatie hebben. Dus wetenschappelijk is dat nu al aangetoond dat dat zinvol is. Nou, dus je ziet dat nu omarmd worden door allerlei specialismen. Want die denken, ja, als ik een patiënt opereer, wil ik natuurlijk graag de beste uitkomsten hebben. Dat is mijn doel als chirurg zijnde. Nou, met die prehabilitatie, wat eigenlijk niks anders is dan wat wij natuurlijk in die gezonde leefstijl willen bereiken bij iedereen. En niet alleen voor 6 weken voor een operatie, maar al vanaf jongs af aan. Eigenlijk die prehabilitatie willen introduceren. Moeten die noodzaak overal creëren eigenlijk, niet alleen maar voor een operatie. Ja. Maar dat is dan nu zo'n wetenschappelijk topic, wat dan ineens naar buiten komt. Bij ons op de anesthesiologendagen, het Nationale Congres, is daar een presentatie over gegeven. Dus iedereen raakt ineens van, hey, wat is dat, is interessant, prehabilitatie. Maar ja, inderdaad, dat gaat eigenlijk veel breder. Maar je ziet dus dat dit soort aspecten ook binnen de anesthesiologie een rol gaan spelen. En het duurt heel lang voordat dat natuurlijk helemaal ingebouwd is in het zorgsysteem. Maar ook daar gaat het langzaam binnenkomen. Maar de anesthesiologie is dus een heel breed vak. Waarbij je heel veel mensen met verschillende ziektes moet begeleiden in de moeilijkste momenten van hun leven. Bovendien zitten we altijd op de eerste hulp. We reanimeren patiënten. Dus je bent daarin ook heel intensief bezig met patiënten. Je bent op de intensive care betrokken bij de ernstige ziekteprocessen. Dus je bent heel erg bezig met fysiologie, met anatomie, met de gezondheid van de mens. Dus daarom heeft het zo'n enorme link met leefstijl. We zijn nog een van de weinige generalisten in het ziekenhuis. Al chirurgen specialiseren zich op een vakgebiedje, die trekken zich terug. Je hebt de oogarts, die weet alleen maar nog wat van het oog wat af. Je hebt de orthopeed, die doet alleen maar in de gewrichten. Zo gaat iedereen in zijn eigen topic. Al die subspecialisten die het overzicht zijn verloren. Juist. En wij zijn nog een van de weinige grote vakgroepen die zich generalist kunnen noemen. Dus voor ons, ik vind dat ook onze taak om dit verhaal van die prehabilitatie aanhangig te maken en in veel mogelijk dat proberen te promoten. Ja. Dus ja, heel interessant vakgebied. Ja, helemaal met je eens. Gaat een nieuwe wereld open. Mooi dat je het zo toelicht. Want je bent als arts opgeleid in het VUMC Amsterdam. Je behaalde je specialisatie in het LUMC, dus Leiden. Je werkt nu als specialist bij de Noordwest Ziekenhuisgroep, dus in Alkmaar. Is het werkklimaat ook overal hetzelfde of zijn er ook verschillen tussen ziekenhuizen?
Ja, dat vind ik moeilijk. Ik werk natuurlijk nu al 25 jaar in Alkmaar. Nou is de Noordwest Ziekenhuisgroep tegenwoordig ook, heeft ook meerdere locaties. Een zelfstandig behandelcentrum in de Bergermeer. En we hebben het ziekenhuis in Den Helder erbij. En zo hebben we wat meer locaties. Maar ja, dus je bent wel heel gewend in een ziekenhuis je thuis te voelen. En ik denk dat de zorg in Nederland, dat dat overal wel een beetje vergelijkbaar is. En ik denk dat er heel veel mensen met dezelfde vraagstukken zitten in Nederland in de ziekenhuizen. Ik denk niet dat er zo heel veel verschil is. We zijn allemaal ambitieus bezig met ons ziekenhuis. Maar ik heb ook wel in zo'n opleidingsgroep gezeten voor medisch management. Clinical leadership heb ik gedaan. Mm. En daarin zie je dat heel veel dokters zoekende zijn om sturing te geven binnen hun eigen ziekenhuis. Maar er is eigenlijk weinig overkoepelende sturing van de ziekenhuizen. Iedereen moet toch een klein beetje het wiel uitvinden. En daarin vind ik wel ergens een gebrek in al die ziekenhuizen. Dat er geen solidariteit of het is toch een beetje elk ziekenhuis wil dan het wiel uitvinden en dat dan laten zien van wij zijn zo goed. Terwijl je eigenlijk veel meer in een soort platform zou moeten denken waarin al die ziekenhuizen met elkaar niet honderden wielen uitvinden, maar met elkaar samen de juiste dingen doen. Precies, als cel in één lichaam in plaats van weer die eilandjes. Ja, ja. Zie je ook al qua, je werkt 25 jaar in dit ziekenhuis, qua kantine, qua voedingsaanbod dat er ook een positieve ontwikkeling gaan is? Dat is heel leuk dat wij in ons ziekenhuis in ieder geval een hele grote slag hebben gemaakt. Voor gezonde, verse voeding. Mensen mogen ook patiënten, maar ook voor het personeel, zijn er nu voornamelijk keuzes te maken op het gebied van verse, gezonde voeding. En daar is net de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. Ja, want ik hoorde je natuurlijk ook in een krantinterview uitspraak doen dat je een afbeelding kreeg van het ziekenhuis in Maastricht. Dat iemand met een COVID-19 opname voor mij advies kregen om extra calorieën, hè? Maar vooral fris die chocomelk drinken en M&M's te eten. Ja. En nou ja, dan zakt mijn broek ook soms af natuurlijk, dat we nog in dat calorie voedingsspectrum zitten. Ja, er is natuurlijk zoveel nog aan kennis te verspreiden en kennisachterstand van veel mensen en dokters en ziekenhuizen, dat die slag is wel gaande, maar is nog niet geleverd. Mm. Nee. En wat is, je gaf het al een beetje aan, ook na je pensioen, hè, met waar je nu op zit deze avond, wat is je missie of droom voor aankomende jaren? Nou ja, waar ik nu eigenlijk vervolg aan wil geven in dit project Leefstijl, wat dus door de krant wordt gevolgd, is eigenlijk een soort gelijk groep weer opnieuw gaan uitzoeken. Alleen dan niet één groep, maar wel 10 of 20 groepen. En die dan echt wetenschappelijk te gaan vervolgen. In een soort research programma binnen zo'n leefstijlgezondheidscentrum. Om dat dat serieus te gaan aanpakken. En ook reguliere wetenschap erop te laten toepassen. Zodat je data. Data uiteindelijk creëren. Want ik denk dat jij kan nog zo hard aan die boom schudden, maar dan zeggen ze toch, de reguliere partijen zeggen toch, ja, maar laat eens even zien wat je dan voor resultaten hebt. Heb je wetenschappelijk onderzoek? Ja, dan zeg je, dat is heel lastig, want dat zo werkt dat niet bij ons. Gezondheid, ja, natuurlijk is iets gezond, maar ja, dan zeg je, dat kan iedereen wel roepen. Maar waarom is het dan met suikers niet gezond? Hè? Waarom moet je nou per se vasten? En waarom moet je niet, mag je niet 6 keer per dag eten? Heb je daar data van? Nou, ik wil gewoon, ik ben nu bezig met een format te creëren in die soort van pilot die in de krant wordt gevolgd. En dat format wil ik dan nog wat meer optimaliseren. En dan uiteindelijk dat dan gaan voortzetten in een researchcentrum. Waarin 20 groepen worden vervolgd. En dan iemand op gaat promoveren of 2. Daar wil ik dan eigenlijk geld voor bijeenbrengen om dat te gaan realiseren. Zodat we die data aan iedereen kunnen overhandigen. En dan kunnen laten zien, oké, in 6 maanden tijd kan je al die ziektes waar wij nu jarenlang mee rondlopen, kan je die genezen. Op een hele simpele,
manier, met een leefstijlinterventie. Met wat begeleiding, hè, want ik ben ervan overtuigd dat mensen in hun eentje dat nauwelijks kunnen. Dan de mensen die dat wel kunnen, die hebben een discipline, die hebben misschien een kennisniveau al op een bepaald niveau, waardoor ze die discipline op kunnen brengen. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk een groep nodig waarmee ze met een groep samen optrekken in die verandering van hun leefstijl. En met een aantal groepen, ik denk dat je die heel goed in beeld kan brengen wetenschappelijk, kan je denk ik aantonen wat ik zou willen. En dat is eigenlijk mijn droom voor de komende jaren. Om zo'n centrum neer te zetten op het moment dat je al die data mooi hebt in kaart hebt gebracht, denk ik dat niemand er meer omheen kan om de dingen die wij proberen voor elkaar te krijgen, om die uiteindelijk in te voeren. Want dan heb je een goed daadkrachtig alternatief naast het ziekenhuis. Ja, wetenschappelijk gezien ook bestaansrecht. Bestaansrecht. Ja. Maar Martin, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen? Ik denk dat we de meeste punten wel mooi hebben besproken. Ik ben blij dat je me hebt gevraagd hier. Dat is leuk om te doen. En ik denk dat jij ook heel erg goed bezig bent met alle aandacht die jij probeert te genereren voor de gezonde leefstijl. En dank voor de uitnodiging. Met liefde, heel graag gedaan. Waar kunnen mensen als laatste vraag meer vinden over jou, over je fantastische platform? Nou, ze kunnen natuurlijk de kranten volgen. Dat is natuurlijk, ik heb daar ook een column. Aanstaande woensdag is er weer een... Is vooral in Noord-Holland, hè? Ja, de kranten van het Mediahuis. Oké, ja. Ja. Die hebben ook een website. Daar kunnen ze natuurlijk dingen vinden. Ik heb zelf natuurlijk ook de website leefstijl-gids.nl. Als je een beetje zoekt, dan kan je dat heel goed terugvinden, denk ik. Mooi. Dankjewel Martin voor je komst in de Oorzaak podcast. Dankjewel Richard. Graag gedaan dat we samen maar mogen werken aan een betere wereld en aan betere mensen. Het moet voor elkaar komen. Gaat samen lukken. Dankjewel. Oké, top. De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Ons doel is dat in 2027 5 miljoen mensen een beter leven hebben. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck en krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.